Ja, er komt echt ontzettende gapen aan. Kort nachtje. Ja, ik heb kleine oogjes. Ik zeg dat ik een kort nachtje heb en dat ik pijn in mijn kont heb. Nou, dat is wel een beetje... Wij zitten in een Citroën C4 Picasso van 2000, wat was het nou? 8. Met de zeer respectabele kilometerstand van 507.900 nog wat kilometer. Dat verandert, hè, want we rijden. En goeiedag, wat krijg ik een pijn in mijn kont van die auto. Die stoel is helemaal naar de kloten. Ik denk dat ik zelden op zo'n versleten stoel gezeten heb. Hij heeft een 2 liter 16 klepper benzinemotor, atmosferisch. Dat is op zich een heel, ja, best wel solide blok. Heel goed wilde ik zeggen. Dat is het eigenlijk ook gewoon. Het is gewoon een goede motor die Peugeot daarmee gemaakt heeft. Hij loopt op gas. Nou, ik heb op gas en op benzine gereden. Geen verschil merkbaar. Ook goed. Hij heeft een gerobotiseerde handbak. Dat is een beetje no bueno. Dat is eigenlijk bij geen enkel merk echt goed gelukt, vind ik. Nee, ook de SMG van BMW vind ik niet goed. De Celespeed van Alfa was helemaal een rampending. En dit is ook gewoon zeer matig. Dat komt mede doordat de koppeling gewoon niet goed werkt. Naarmate die warmer wordt, begint hij te bokken. En bokken is een fenomeen dat optreedt op het moment dat een koppeling overgaat van een toestand van slip naar een vaste verbinding. En dan stuitert hij als het ware een paar keer. Voelt alsof je over een wasbordje rijdt. Of wat heftiger dan dat, zoals bij deze auto. Dat gaat echt met een paar flinke, ja, dreunige paard. Bokken is vaak temperatuurafhankelijk en dat kan twee kanten op werken. Het kan zijn dat je er juist koud last van hebt en dat het warm verdwenen is. Maar andersom komt ook veelvuldig voor. Dus dan heb je koud een heerlijke, goed te doseren koppeling. En warm lijkt het net alsof je niet kan rijden. Terwijl je er niks aan kan doen in dit geval, want die auto regelt dat allemaal zelf. Grootste afwijking naast de koppeling en de stoel tot nu toe. Zet je slechte voorruitenwissers. De achterruitenwisser is eigenlijk veel beter dan die voor. En de sproeier ook trouwens. Dat merk je niet vaak. Is ook minder belangrijk in mijn beleving. Daar ben je tenslotte al geweest. Stuur staat scheef met rechtuit rijden. En oh ja, er komt een vrij onheilspellend klonkgeluid uit de voortrein. Linksvoor, waar we rijden over korte hobbels. Dus drempels, daar merk je niks van. Maar als er echt een richel in de weg zit of zo, dan hoor je... Ja, soms als of iemand met een lepel onderop een pan slaat of zo. Het is een beetje... Ja, ik zou er zelf niet zo vrolijk van worden. En denk ik vrij snel wat aan laten doen. Buiten dat, voor zijn kilometerstand... Nou, niet verkeerd. Oh ja, je kan... Zeg maar... Alles wat je ziet... Waar een verfje op zit, daar zou je een post-it zonder plaklaag op kunnen plakken, zeg maar. Ah, het is echt zo ranzig. Het is wat Maseratis en Ferraris, en Volkswagens trouwens, ook hebben. Dat die laklaag of zo, van dat, ja, dat de premium laag van het dashboard laat los. Die begint echt gruwelijk te plakken. Het is heel vies. Vooral het idee dat daar ook uitschilfers en zo aan blijven hangen. Ja, de MPV is een beetje een uitgestorven autosoort, maar Tjibbe, dit is al jouw tweede Citroën C4 Picasso. Ja, de eerste was Xara Picasso. De eerste was nog maar... Xara Picasso. Ja, ja. Die was ook op LPG? Was ook op LPG, heb ik nieuw gekocht, heb ik uiteindelijk 440.000 ruim kilometers mee gereden. Ja. En het, ja, daarna kon hij ook naar de sloop, hij deed het niet meer. En er waren zoveel kosten aan. Okay. De katalysator staat totaal dicht. Dus hij hield ook in enzovoort. Mm. En niet meer te redden. En op dat moment had ik net deze gekocht. Dus ja, daar rijd ik nu al zo'n dik 10 jaar mee. Ja. Ja. Hij voelde dat aan. Ja, hij voelde het aan. Ik denk de baas wil afscheid nemen.
Dit is dus de tweede. Nou, ja. Hier heb je al meer kilometers, althans. De auto heeft een hogere kilometers dan de vorige. Ja, 500.000 ruim inmiddels. Achter de 1000 eroverheen. Ja. Ja, ook het verschil. Hij heeft relatief weinig echt grote problemen gekend. Ja, één keer een versnellingsbakprobleem rond de 1500 euro's. En vrij recent dan nog de gasklep. Ja. Gasklephuis noemen ze dat, met alle servo's en dat soort dingen erbij in. Ja, dat is 500, maar dat is voor de rest eigenlijk relatief weinig het normale werk. Als zijnde de banden. Uitlaat is origineel, dat is vroeger ook ondenkbaar. Ja, en het, er zijn wat dingetjes, zo wat, zoals een oude dame van 500.000 dat ze zou mogen verwachten. Ik wou zeggen, hij staat nu over het 500.000. Ja. In de aanmeldingsmail schreef je al bij technische toestand of bij de toestand van de auto redelijk. Hè? Je denkt, ga niet al te hoge verwachtingen scheppen. Ik ga het niet heel hoog inzetten. Nee. Nee, dat is echt, het ding moet draaien. En je merkt gewoon, als ik hem wegrij onder een bepaalde hoek, dat hij wat nokt. Dus de fusee-kogels zijn voor waarschijnlijk een beetje aan de andere kant. Ja. Ik was afgelopen week in Frankrijk met een wat slechter wegdek dan hier. Dan voel je dat de hele ophanging wel beetje, wat... heeft hij ook al een tijdje. We hebben al zitten zoeken van wat is het nou precies. Nou ja, het advies blijft elke keer. We kunnen het nu niet vinden. We moeten wachten tot het erger wordt. Okay. En daar zien we wel of we het gaan aanpakken. Maar... Goed. Nou ja, er gaat nu ook weer een techneut te kijken. Dus misschien vindt Joep wel wat. We gaan benieuwd. Kijken. We gaan het zien. We gaan het zien. Dus Joep, kom er maar in. Mooi zo. Ik heb zojuist geroepen, begin maar met filmen. Ik verzin wel wat. ik zeg altijd, techniek ligt niet. Dus zomaar iets verzinnen, dat gaat hier niet. Je kunt van alles over die auto's zeggen. En elektronisch gezien, markeert er ook best wel eens wat aan. Maar dit specifieke blok, de atmosferische 2-liter 16-klepper, die is niet kapot te knuppelen. Dat zijn gewoon bijzonder goede motoren die dus zelfs op gas heel ver kunnen komen. Ik zie wel wat nieuwe onderdeeltjes, die gewoon bij onderhoud of reparatiewerk horen, dat je kunt verwachten naarmate de kilometerstand en de leeftijd toenemen. Maar het ziet er, laat ik het zo zeggen, ik heb het er veel slechter bij zien staan dan deze specifieke auto. Een gebroken veer. Ja, ik sloeg er aan omdat ik sporen, zeg maar roestsporen zag. Ja. En die krijg je alleen als zo'n ding aan het bewegen is, zeg maar. Ja. Maar dit is waarmee die draagt. Dus ik zag grote kans dat we hiermee ook de oorzaak van dat... Dan in ieder geval één van de bijgeluiden hebben gevonden. Maar die is kapot. Oh, ik niet door. Toch wel. Oh, wow. Aan de onderkant van de Citroën zet de zegentocht zich voort. In ieder geval als het om de motor gaat. Want die is bijna droog. En hetzelfde geldt voor de transmissie. Dat is gewoon een goede prestatie. Wat wel negatief in het oog springt, dat is de roest aan de binnenzijde van de remschijven. Ja, en natuurlijk dat stukje bodem waar we net even met een staalborstel hebben schoongemaakt. We kijken hier naar een van de draagarmrubbers. De draagarmen zijn een soort triangelvormige onderdelen die de wielen of het fusee aan de auto verbinden. Zo'n wiel moet het wegdek kunnen volgen, beweegt op en neer. Terwijl de auto zelf een vaste positie heeft. Dus er zijn scharnierende onderdelen aanwezig. En de draagarmen zijn daar twee van. Want de auto heeft er links voor en rechts voor eentje. Nou, die zitten met twee rubbers aan de auto vast. En die rubbers die komen hier, of althans één daarvan, volledig uit de draagarm gescheurd. Dat is no bueno. Dat moet er gewoon nieuw op. De oorzaak van het rammeltje linksvoor hebben we gevonden. Achterveren waren ook nogal verroest, net als de bodem. En zo nog wel een paar dingetjes. En de veelheid van dit lijstje valt me echt wel iets mee. Als er wat betere stoel in had gezeten, dan was het nog best wel een aangename rit te noemen geweest. Dus voor zijn kilometerstand vind ik het een bijzonder goede prestatie.
Jullie horen hem al aankomen, er is natuurlijk een dikke maar. Dat is als je aan zo'n auto gaat sleutelen. Want alles wat je beetpakt is oud en heeft heel veel kilometers gelopen. En gaat dus kapot, breekt af, zit vastgeroest, is versleten. En dat is allemaal helemaal niet gek, maar zodra je eraan gaat sleutelen, verval je van het een in het ander en weer terug. En dat is wat het lastig maakt met zo'n auto, want wat doe je? Goed wordt hij nooit meer. De reparatie is hij per definitie niet waard. Maar ja, voor het geld wat het kost om hem in de vaart te houden, koop je ook geen andere. Dus ik ben blij dat ik niet hoef te bepalen wanneer de stekker eruit getrokken wordt. Ben je ver? Ja. Ja, Tjibbe, we hebben even meegekeken. Ik hoor Joep op het laatst zeggen van gelukkig hoef ik niet te bepalen wie de stekker eruit trekt. Is het zover, of wat jou betreft? Nou, daar moet ik ook nog even over nadenken. Inderdaad, wat hij ook zegt, inderdaad, je hebt er ook geen nieuwe auto voor. Jouw auto is ver van nieuw, laten we dat ook heel eerlijk zijn. En alles wat je aanpakt, ja, dat zal iets anders afbreken of slecht zijn. Dus ik denk dat ik even met mijn garage... Kijk, hij moet over een, het is 5 maanden voor een APK-keuring en andere zaken. En voor die tijd moet ik eens even bij hem gaan kijken van wat hij denkt, wat haalbaar is, wat zij aandurven kunnen. Inderdaad, ik zie ook wel de ophanging. En ik wist ook wel van, hij rammelt te veel, er zit te veel speling op. Mm-hmm. Dat die schokdempers het, hij zweeft wat normaal, nog iets meer dan de Citroën normaal al over de weg zweeft. Ja. Dus ik wist ook wel dat er wat aan zou gebeuren. Dat er inderdaad het bodem daar een gaatje had, dat had ik niet verwacht. Nou, niet verwacht zal ik niet zeggen, maar had ik het niet gezien. Nee. Oké. Okay. Dus het... Nou ja, ik hoop dat je toch nog enige toekomst hebt met deze auto. Ah, kijk, als het over 5 maanden is, is je toch ook weer snel 15.000 verder. Dus het enige toekomst, daar reken ik nog op. Ja. Maar dat er wat aan moest gebeuren en ook aan de ophanging, dat hadden we vorige keer in de garage ook al besproken. En dat was bekend. Ja.